gaat over huisvuil. En in dit geval hebben ze dus eigenlijk alle maatregelen die er getroffen moeten worden voor veiligheid eigenlijk overschreden. Als u kijkt, dan ziet u dat er gebroken spiegels zijn gedumpt in deze droge padikaf, waar er een hele hoge graden bereikt kan worden. We hebben nu droogte van 43, denk ik. Hier kan de padikaf heel erg warm worden, waardoor er brand kan ontstaan. We zijn gaan graaien, we zijn gaan zoeken naar stille getuigen. En heel jammer voor de persoon die dit keer hier heeft gedumpt, maar hij staat erbij. Want we hebben bewijsmateriaal gevonden van wie dat vuil hier, wie het hier heeft gedumpt. En jammer voor hem. En een voorbeeld voor andere mensen. Deze heer gaat opgebracht moeten worden. Omdat er een boete is voor het illegaal dumpen van vuil. Vooral omdat we nog geen 4, 5 dagen geleden oproep hadden gedaan naar de burgerij. Om hun vuil niet illegaal te dumpen. Verantwoord te dumpen. En ze komen het juist hier dumpen. Waar er een heel grote brandgevaar kan ontstaan.